is exclusiever dan een LaFerrari. Ja, zo zou ik wel kunnen zeggen. En Bob, heb ik een kat in de zak? Gaan we dit doen? Drivers Dream kijkers, goed dat je kijkt. Het is een graadje of 3-4. Niet echt warm, maar we staan hier in een hal. Ja, nou, een hal. Dit is gewoon de Jamin voor de volwassen man of vrouw. Want wat een snoepwinkel. Kijk maar even achter me wat hier allemaal staat. En ja, wij zijn hier toch wel weer met een speciale reden vandaag. Want ja, ik ben natuurlijk in de zoektocht naar iets leuks. Ben ik onlangs met deze beland. 550 Maranello. Hier staat er eentje. Maar dat is niet de auto waar we vandaag voor zijn. Want zo kwam ik ineens oog in oog met deze. Ach, het is hier mooi. V12, handbak. Maar ja, zwart. Andere prijs weer. Dus ja. En toen kwam dit op mijn pad. Was ik op zoek naar een Maserati? Nee. Vind ik een MC Stradale gaaf? Ja. En ja, toen werd ik benaderd via Instagram van Sjoerd, dit is een auto voor jou. De eigenaar die vertrekt naar het buitenland, dus die wilde deze auto dan weer verkopen. En ja, wordt dit dan mijn nieuwe auto? Ja, een grote coupé, dat is de Gran Turismo. En ik heb hem altijd fantastisch gevonden, alleen vooral de eerste serie. De Maserati Gran Turismo kwam zo in de markt 2007, 2008. En in zijn eerste levensjaren is die eigenlijk op zijn mooist. Daarna zijn er allerlei facelifts geweest. En dat je van facelifts niet altijd mooier wordt. Nou, dat bewijst eigenlijk de Maserati Gran Turismo. En ja, de MC Stradale, dat is een verhaal apart. Afgeleid natuurlijk van de racedivisie van Maserati. En ik weet het nog goed, want ik was in Spanje, in Barcelona, bij de introductie van deze auto. Ja, en ik heb hier toen mee geveegd en geklapt. En wat een rookgordijnen kon ik hiermee leggen. Die auto is me altijd bijgebleven. En dit is er nu eentje van de eerste generatie. Dus die werd gebouwd in 2011, 12 en 13. En hoe kun je dat zien? Er zit geen achterbank in. De eerste generatie is zonder achterbank en die heeft die carbon schaalstoelen, dus die zijn ook fantastisch. Ja, en hij is gewoon op zijn puurst zo, dus dit is zo'n lekkere auto. Ja, daar moest ik wel mee gaan rijden. Maar er is nog één aspect waarmee de Stradale zich misschien wel het meest onderscheidt van alle andere Maseratis en van heel veel andere auto's. Ja, het geluid. Dit geluid uit deze auto, ja, fenomenaal. Een ongeblazen 8-cilinder, die hebben ze opgeklopt naar 450 pk. Ja, er zit een Larini uitlaat onder. Nou, hoor maar, luister maar gewoon. Ruik de benzinedampen. Ja, hier worden petrolheads blij van. Lekker, kom, we gaan eens een stukje rijden. Drivers Dream kijkers, welkom aan boord van deze luidruchtige jongen. Welkom aan boord van deze Maserati MC Stradale. Ja, officieel de Maserati Gran Turismo MC Stradale. En ja, alleen de naam al, hè. De naam is ik al, dat is natuurlijk al goud. Gewoon, dat klinkt toch beter dan BMW M5. Ik zeg maar even wat hoor. Maar Maserati Gran Turismo MC Stradale. Heerlijk, als je dan eenmaal er weer in zit, ja, dan word je natuurlijk eerst even weer in een teletijdmachine getrokken. Natuurlijk, de auto is 10 jaar oud en dat kun je natuurlijk wel een beetje zien. Nou waren Maseratis van die tijd sowieso al niet de meest up-to-date auto's. En het gold natuurlijk helemaal voor deze Stradale, die jou gewoon in Nederland nieuw dik 230.000 euro kostte. En dan was je er nog niet, hè. Dan moest je echt nog gaan strepen. Gelukkig heeft de eigenaar dat gedaan, want overal zie je carbon en Alcantara. Ja, en dat carbon, bijvoorbeeld carbonstuur, hier carbon, in het midden carbon. Dat was gewoon nog een optie om die auto nog een beetje fatsoenlijk aan te kleden. En ja, gelukkig heeft de eigenaar dat gedaan. En heb je nu, ja, gewoon een heerlijk pakket. Gewoon een heerlijk pakket van een auto die wat betreft ergonomie
ja, toen niet uitblonk, nu niet uitblonk, maar dat maakt niet uit. Want het gaat natuurlijk om heel iets anders. En ja, dat is met name het rijden. Het rijden en het geluid. Ja, dit is niet een auto die je meteen aantrekt als een handschoen. Nee, je moet hem echt eventjes leren kennen, even wennen. Het is sowieso vandaag een beetje glad met wat blaadjes op de weg, dus tricky. Maar het is bovenal een grote auto. Dus ja, je moet even de proporties weer leren kennen. Hij is bijna 5 meter groot en het is natuurlijk vooral een Gran Turismo. Een auto waarmee je heerlijk rustig, lekker met z'n tweetjes door Europa gaat toeren. Ja, en als je daar dus een hardcore sportversie van maakt, dan blijft hij natuurlijk wel die enorme afmetingen houden. En ja, dat is eventjes zoeken. En ook, het is best wel een tricky auto. Je moet met deze weersomstandigheden, je moet goed weten wat je doet. Eventjes alles de boel warm laten worden uiteraard. Maar ja, dan merk je op een gegeven moment, ja, dan ga je hem voelen. Als je instuurt, ja, en het is een beetje vochtig dan, en je gaat meteen weer vol op het gas, ja, dan gaat die achterkant echt meteen met je aan de haal. Dus weet goed wat je doet. Voor de rest heeft hij wel standaard keramische remmen. Dat is wel lekker. Dat hadden ze de Gran Turismo's niet uit die tijd. Maar ja, de stradalen wel. En dat geeft hem wel heel veel vertrouwen. Al moet je er wel eerst vol met je maat 45 op gaan staan voordat je hem een beetje goed aanvoelt. De normale Gran Turismo's, die willen nog wel een beetje hangen. Hij is natuurlijk lager bij de weg. Hij is stijver, de auto. En dat merk je in alles. Want ja, het is wat dat betreft veel meer een racy auto die... Woop, daar gaat hij weer even. Een racy auto die je wat dat betreft... Ach, luister nou. Die je echt goed het gevoel geeft om een lekkere hobbelige bergweg te gaan rijden. Het is hier wel platteland, maar stel je gewoon even die bergweg voor, ja, dan heb je wel een hoop lol. Van deze eerste generatie MC Stradales, dus zonder achterbank, ja, zijn er niet zoveel gebouwd. Minder dan 500 dus. Hij is exclusiever dan een LaFerrari. Ja, zo zou je natuurlijk wel kunnen zeggen. Ja, om precies te zijn, zijn het er 497 stuks. En die zijn in 2 jaar tijd eigenlijk maar uitgeleverd. De reden was toch ook wel een beetje, ja, dat die wel erg duur was. Die Stradales zat en met de Nederlandse prijs, op Nederlands kenteken dan, gewoon vol in het vaarwater van de Ferraris en de Lamborghinis. Ja, en dan is Maserati toch wel een lastig merk. Normaal is Maserati natuurlijk veel meer een beetje de auto met de grandeur, die niet zo haarscherp stuurt als een Ferrari, veel meer een beetje de luxe kant op gaat. Ja, en dat zie je natuurlijk terug in de verkoopcijfers. En dit was natuurlijk een auto die, ja, als je het even van de nieuwprijs berekent, best wel hard daalde in prijs. En ze zijn nu, 10 jaar later, gewoon op de bodem. Onder de 100.000 kun je, afhankelijk natuurlijk van de spec en de kilometerstand, kun je ze krijgen voor, nou ja, rond de 80, 90, 100.000 euro. Deze heeft gelopen 55.000 kilometer. En ja, dat is met de spec en alles, dat die net even onder de 100.000 euro geprijsd is. En ja, toch wel heel aantrekkelijk. Niet goedkoop, zeker niet. Maar wel heel aantrekkelijk. Maar ja, niet goedkoop, hè. Nogmaals, dit is een Stradale van de eerste serie. En ja, met deze stoelen dus. En het ontbreken van een achterbank zorgt er ook wel voor dat dit de meest gewilde is. En ik heb het al gezegd met mijn introductie. Hij is gebouwd tot 2019 en heeft allerlei facelifts te verwerken gekregen. En ja, ik vind hem er niet echt knapper op geworden. Dit is de versie die je wilt hebben. Goed klinkt die. En die bak, ja, die bak, daar was natuurlijk best wel wat kritiek op. Maar dat moet je gewoon in de tijd zien. Want al die auto's hadden dat. Een Ferrari had dat net zo. Die schokte ook een beetje. En je moet precies even een beetje sturen met je rechtervoet. En dan weet je, oké, nu laat ik even gewoon het gas los. En dan kan ik opschakelen. En dan valt het allemaal wel mee. We hebben hem uiteraard wel in racestand staan. Dan schakelt hij het snelste op. En dan klinkt die motor ook natuurlijk gewoon het lekkerst. Want dan gaan de kleppen lekker vroeg open. Er is ook een sportstand. Nou, dat kan ik nu doen. Ja, dan hoor je hem meteen een stuk minder. En er is zelfs hier een knop met automaat. Nou, daar moet je gewoon met je tegels vanaf blijven. Want dat wil je echt niet.
Dus eigenlijk gewoon heel simpel. Altijd in race, kleppen open en dan schakelt hij gewoon lekker bruut. En ja, dan zit er af en toe een beetje die beweging in. Maar storend is het zeker niet. En hooguit dat je zegt, ik ben nu in de stad. Nou, dan zet ik hem even in sportmodus. En dan schakelt hij wat softer. En dan klinkt meteen de motor een stuk stiller. Kijk, 2 euro rond. Daar moeten we geloof ik blij mee zijn tegenwoordig, hè? Voor 98. Net de prijs. Maar zou die een slokje lusten? Ik denk het wel. Ik denk zelfs dat dit de meest dorstige Maserati is. Want die MC20 waar we onlangs mee gereden hebben. En als je die video niet gezien hebt, nou klik maar even hier. Dat was een 6-cilinder. En die lust toch weer even ietsje minder dan deze 8-cilinder. Hij is wel mooi, hè? Kijk nog even goed naar die lijnen en ja... Zoals in deze uitvoering, gewoon dik. Ah, oh, wat klinkt dit ding. En ja, 0 tot 100, 4,5 seconden. Nou, dat is voor die tijd snel, ook weer niet retensnel. Want er waren natuurlijk auto's die hem gewoon voorbij gingen. Maar het is gewoon goed. De top, 301 km per uur. Ja, ja, let op die 1 km. Maar hij gaat dus net over de 300. Ja, hard zat voor deze auto. En dat is wel lekker, gewoon des Maseratis. Hij is wel sportief. Hij is, nou, stug wil ik niet eens zeggen. Maar je merkt wel echt het verschil dat hij harder geveerd is dan andere Gran Turismo's. Maar hij is zeker geen ontzettende keihard afgeveerde GT3 RS of wat dan ook. Je kunt gewoon prima zitten. En ondanks dat die schaalstoelen natuurlijk keihard zijn, ook niet echt meeveren, heb je niet het gevoel dat de hele tijd manieren bij mijn oren zitten. Dat mijn kunstgebit eruit klappert. Nee, het gaat allemaal nog redelijk soepel. Ja, wordt dit hem dan? He, eindigt de zoektocht naar een lekkere sportauto hier in een Maserati MC Stradale. Nou, we hebben natuurlijk onlangs met die Ferrari 550 Maranello gereden. En ja, dat was zeker eentje die op ons shortlistje staat. En ik zei het al bij mijn introductie. Ik heb deze auto wel altijd op mijn netvlies gehad, maar het is niet dat ik er naar op zoek was. Ja, en nu dit exemplaar, dit specifieke exemplaar, ook met deze kleur, want die vind ik wel echt mooi. Je hebt ze ook met van die stickers erop. Er zitten er zogenaamd van die sportieve Maserati stickers op. Er zit er een enorme drietand op je dak. Nou, ik vind het infantiel, dus dat is niet de versie die ik zoek. Maar ik vind dit wel echt, echt een goede spec. Ja, ik ben er zelfs zo enthousiast over dat we eigenlijk onderweg zijn naar de Engineers in Breukelen. En ja, dat is een garage die gespecialiseerd is in BMW's, maar ook in Ferrari's en Maserati's. Want ja, daar werken dan weer oud-monteurs van Kooijmans. En ja, die jongens die kennen dit soort auto's van haven tot gort. Dus ja, we gaan een aankoopkeuring laten doen. Eens kijken of wij hier onze centen aan stuk gaan slaan. Ik ben benieuwd. En we zijn in Breukelen bij The Engineers Garage of Garage. En ja, dit is Bob. Hoi Bob. Hoi. Zomaar hè. Bob, jij hebt best wel lang bij Kooijmans gewerkt volgens mij. Ja, een jaar of 8. En hoe mag ik jou noemen? Ferrari Maserati specialist? Ja. En jullie doen hier volgens mij ook nog meer andere merken? Ja, we zijn gespecialiseerd in BMW Mini, Ferrari Maserati. Dus ook veel BMW's. Maar ik zie aardig wat mooi spul staan. Ja, staat dus, mooi speel, goed. Mogen we even rondje kijken? Ja, zeker, kijken? Zeker. Ja, leuk. Ja. Ik zie alle types staan. 3, 5, 7. Ja, we doen dus, van jong tot oud alles, heel veel M's. Oké. Okay. Heel veel laagschalen en dat soort dingen, vaandelsrevisies. Oké. Okay. Daar zijn we goed mee. Maar mijn ogen, beste Bob, valt even op iets anders daar in de hoek. Ja, ja, ja. En, ja, de daddy, hè. De F40. Ja. Was deze al in Nederland of is die nieuw? Nee, hij is nieuw in Nederland. Nederland heeft nog weer een F40 weer erbij. Erbij. Ja. Ze worden tegenwoordig verzameld alsof het zegeltjes zijn. En hij is hier voor inspectie? Of, Ja, we hebben hem al nagelopen en er waren wat puntjes van aandacht. Oké. Okay. Vooral van het brandstofsysteem. Ja, dat is nog wel een dingetje bij die F40. Ja. Hij heeft er 2, hè? Ja, 2 tanks.
Tanks waren nog goed, maar wat slangen hier en daar die niet goed meer waren. Ja. Dus die zijn wat vervangen. Ja, maar dat is het als de dingen natuurlijk worden gebruikt als museumstukken. Ja, alles droogt uit. Dat droogt maar uit, ze moeten ermee rijden. Dus rijden met die... Hey, en ik zie nog iets bijzonders staan, een BMW Z8. Wat een gaaf ding. En het is ook nog een Alpina, zie ik. Ja, Alpina Z8. Wauw. Zijn er niet veel van gebouwd? Nee, zeker niet in deze kleur. Nee. Dus, en dit is een Nederlandse auto. Ja. Dus origineel Nederlands. Origineel Nederlands. En we zijn de wielen aan het opknappen en dashboard zijn we aan het opknappen. Ja, hij ligt goed uit elkaar. Dus we moeten echt even een grondige revisie. Ja, om het helemaal weer tip-top te maken. Maar dat zegt wel iets over jullie garage, toch? Dat er ook Z8's, Alpina, F40's. Ja. Het zijn niet alleen maar minis die hier komen, zien. Nee. Nog een mooie 458 Spider. Hey, dit is de sleutel van de Gran Turismo Stradale. Ik ben benieuwd. Vertel me maar wat er mis mee is, of alles goed is. Ja? Ik ga hem nalopen. Oké. Met een aankoopkeuring checken we eigenlijk alles. Alle verlichting, alle elektronica in de auto. Kijken of alles werkt, alle knopjes werken. Nog geen gekke dingen gevonden, dus dat is positief. En Bob, heb ik een kat in de zak? Nee hoor, helemaal niet. Nee? Het ziet er tot nu toe nog heel goed uit. Wel een beetje modder, maar dat was ik denk ik. Ja, maar dat is goed. Ja? Dan wordt hij gebruikt. Ja, dan moet er wel mee gereden worden, toch? Het is zonde om het stil te laten staan. Ah, maar het ziet er netjes uit. Mooi glad? Ja. Oh, geen gekke beschadigingen aan de onderkant, geen lekkages. Wat? Een Italiaan die geen olie lekt? Nee, dit is apart, hè? One of a kind. Eigenlijk zijn dit best wel hele goede auto's. Er gaat eigenlijk weinig mis mee. En de punten die misgaan, of tenminste, slijtage is natuurlijk koppeling, maar die hebt hij net gehad. Ja, hij heeft een nieuwe koppeling, hè? Ja, er zit een nieuwe koppeling in. Nou, dat is wel een van de grootste beurten volgens mij. Ja, dat is een dure. Dus wat ben je dan kwijt, nieuwe koppeling? Rond de 2.000, 3.000 euro ongeveer. Nou, dat zijn dure grappen. Ja, en de F1 actuator die is gereviseerd. Ja. Dus er zitten allemaal nieuwe seals in en verbeterde seals. Dus die, daar heb je ook geen problemen mee. Nou. Dus dat is top. En hoe lang gaat zo'n koppeling mee? Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe je hem gebruikt. Ongeveer 60.000 kilometer. In shorts rijstijl? Ja, ongeveer 50.000, 60.000 kilometer. Ah. Dus dat kunnen we even vooruit. Ja. Dus Bob, wat hebben wij hier? Een goede auto. Ja? Ja. Ik zou het gewoon doen. Jij zou het gewoon doen? Ik zou het gewoon doen, absoluut. Ik heb eigenlijk geen gekke punten kunnen vinden. En dus, alle horrorverhalen van Maseratis, daar ga je aan failliet en doe het niet. Gran Turismo is gewoon, ik vind kwalitatief, zeker voor een Italiaan, gewoon een goede auto. Zeker voor een Italiaan. Ja, absoluut. Dus jij zegt gewoon doen? Ik zeg gewoon doen. Nou, je hoort het. Driver's Dream tip van de dag. Gaan we dit doen? Zo, het is 2 dagen later. Knip. En ja, de MC Stradale is weer helemaal schoon. De aankoopkeuring is achter de rug. Nou, de auto is helemaal perfecto. En ja. Je kan me feliciteren. Want ik ben eruit met de eigenaar. Dit wordt de nieuwe Driver's Dream auto. Dit wordt een auto die ik gekocht heb. En waar ik ontzettend blij mee ben. En waar ik een week geleden echt niet over nagedacht had. Maar ja, een Maserati MC Stradale. Hoe gaaf is dat? Ja, wil jij nou meer Maserati zien? Abonneer op Driver's Dream. Hè? Word friend van de brand. Like ook even deze video. Abonneer je op ons kanaal. En dan zie ik je de volgende keer. Dus ciao, bye, arrivederci.